Leroy, rugnummer 13. Dat is een nummer die niet iedereen achter op zijn shirt wil hebben. Ja. Ze zeggen dat het een ongeluksgetal is, maar voor mij ja, is het eigenlijk een geluksgetal. Ik ben op 13 augustus jarig, dat is bijna. Dus ja, ik ben eraan verbonden. Ja, je komt van de keukenkampioendivisie, de Graafschap. Merk je het verschil al? Je hebt al een aantal trainingen gehad natuurlijk. Ja, tuurlijk merk je het verschil. Het zou raar zijn als je het niet merkt. Ik bedoel, Willem II is vijfde geëindigd, heb het goed gedaan. Dus het is logisch dat je verschil merkt en dat is alleen maar goed voor mij. Ja, want waar merk je dat aan? Het tempoetje wat hoger? Of, Ja, het zijn de kleine dingen. Ik bedoel, hoe hoger je komt, hoe meer details in het spel komen. Ja, iedereen heeft een goede techniek, goede aanname en er is goed positiespel, et cetera, et cetera. En was er ook bij de Graafschap, alleen merk je wel dat het op een iets ander niveau is. Ja, je zegt het al, vijfde geëindigd. Achteraf kregen we ook nog te horen dat we even Europa League gaan spelen, de kwalificatie. Ja, hoe is het nieuws bij jou binnengekomen? Ja, voor mij was het een rollercoaster, een achtbaan. Eerst hoor je dat je gaat promoveren met de Graafschap. Wat ook mooi is. Ik wist natuurlijk al dat ik naar Willem II zou gaan, maar natuurlijk voor mijn teamgenoten en alles wat erbij komt kijken, dat mooi is. Eindstand gaat dat niet door. Dan hoor je dat Willem II toch wel Europa in gaat. Dus voor mij was het een beetje dit. En ja, ik heb het heel raar beleefd, maar natuurlijk heel leuk dat je Europa in gaat. Ja, vooral het toeleven naar zo'n nieuwe club gaat met gepaste trots dan? Of hoe gaat dat Ja, dan? je kan het niet te veel. Kijk, je teamgenoten zitten in een soort dip. Voor hen is het natuurlijk niet leuk om te horen dat ja, de promotie niet doorgaat. Dus je wil het er ook niet te veel over hebben met hun dan of zo. Dus ja, thuis heb je het er wel over met familie. Europa, voor mij nieuw, dus ja, heb er zin in. Ja, als rechtsback moet je een klik hebben met je rechtsbuiten, maar die kende je natuurlijk al. Ja, die kende ik al inderdaad, dus dat is leuk. Het is altijd fijn als je in een team komt waar je jongens al kent. En ja, is ook iemand uit de omstreken van Amsterdam, dus dat is fijn. Ik kan me ook voorstellen dat jij je baalde dat je afgelopen zaterdag niet meteen kon spelen of dat je meteen ja, de wedstrijd ja, afgelast. Ja. Was ook een vreemd moment. Ja, ik dacht mijn eerste wedstrijd voor Willem II. Alleen ja, werd afgelast. Even lastig, maar vrijdag mogen we. Ja, precies, vrijdag. En ja, rechtsback, wat voor type rechtsback ben jij eigenlijk? Wat voor type ben ik? Ik ben een aanvallend ingestelde back. Ik denk dat ik goed bij het team pas. Ik wil graag meedoen aan het spel. En ja, ik zorg voor aanvallende impulsen. Dus, ja. Bij de Graafschap speel je natuurlijk voor kampioenschap. Ja. En daar mag je juist aanvallen, daar moet je juist aanvallen. Maar bij Willem II moet je ook wel je verdedigende taken hebben. In hoeverre is dat voor jou lastig omschakelen? Ja, niet. Ik bedoel, ik ben een aanvallend ingestelde back, maar in principe ben ik gewoon rechtsback. Dus voor mij is verdedigen een taak die ik gewoon moet uitvoeren, waar ik ook gewoon goed in ben. Dus dat is voor mij geen probleem. Ik heb bij de Graafschap in de Eredivisie natuurlijk onderin gespeeld. Dat is elke week verdedigen en zwaar, ja. Dus nu is het meer balans. Ik bedoel, het zal niet alleen maar verdedigd zijn bij Willem II. Dus ja, we zullen vaak genoeg aanvallend de tegenstander de baas zijn. Dus dat komt wel goed. Ja, van Doetinchem naar Tilburg, Brabantse gezelligheid hier. Al gewend? Ik moet het nog een beetje ondervinden. Ik zat tot nu toe in een hotel. Na het trainingskamp zit ik in een huis, dus dan ga ik even een beetje kijken hoe de stad is.